Als je doorgeklikt hebt bij Walk, dan zie je dit ervoor. Even kijken. Ja. Je ziet dat het keyboard van links naar rechts verdeeld is in steeds twee blokjes zwart, drie blokjes zwart, twee zwarte toetsen, drie zwarte toetsen, twee zwarte toetsen, drie zwarte toetsen, twee zwarte toetsen, drie zwarte toetsen. Van links naar rechts in die volgorde. Dus niet door elkaar van één zwarte toets en dan drie en dan twee. Nee, alles regelmatig. Twee zwarte toetsen, drie zwarte toetsen, sluit. Twee zwarte toetsen, drie zwarte toetsen, sluit. Twee zwarte toetsen, drie zwarte toetsen. Nou, dan zoek je de middelste toets op. Hier zit de middelste toets. En dan ga je gewoon tellen. Vanaf de middelste toets is het eerste toets, de tweede toets, de derde toets is voor de duim, de vierde toets is voor de wijsvinger, vijfde toets, middenvinger en de ringvinger is A. Wijs, F, midden is een G, ring is een A. Nou, aan de andere kant ga je dus terugtellen van die. Hier zit meestal wel een deukje in of zo, of een bobbeltje of. Je kan hem ook een stipje geven met een viltstift. Dan ga je terugtellen tot je je vingers hier hebt staan. Dat is je basis. Ik zou zeggen, zoek dat eerst even op. En eerste oefening zou dan zijn met de rechterhand F, G, A indrukken. F, G, A indrukken. Zeg het zelf ook mee. F, G, A, F, G, A. Dan hier met de wijsvinger beginnen. F, E, D, C. F, E, D, C. F, E, D, C. Dat voelt natuurlijk helemaal vreemd in het begin. Nou, dan haal je je handen eraf. Even verder kijken, even pauze zeg maar. Hou je vingers gebogen, alleen je vingertoppen mogen de toetsen raken. Elke vinger heeft een eigen toets, dus niet de hele vinger, toink, 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 toink. Nee, alleen de. Het kussentje hier, zo, de vingertop, toink. Elke vinger heeft een eigen toets. Dus tijdens het spelen je vingers niet op een andere toets zetten. Dus als je begint van ik ga naar het keyboard toe, zet je je vingers zo eerst neer. Ik heb op school wel gedaan dat ik die letters op de toetsen zette. Dat is in het begin even handig, maar na 3 keer moet je ze wel weghalen, anders raak je eraan gewend. Deel 1 van keyboardles. Toedeliedokie.